Yo dames en heren, welkom bij een nieuwe video. Vandaag is het oud en nieuw, tenminste het is oudjaarsdag. En ik wou al sinds vorig jaar een video over karbietschieten maken. Maar vorig jaar was ik ziek. Vandaag wil ik wel even kijken hier. Dan zie ik zee bij de gasten die karbiet aan het schieten zijn. Ik hoop dat ze bezig zijn, want het is echt piepweer. Dus ik denk dat het niet zo druk zal zijn als voorgaande jaren. Hier heb je even wat beelden van volgens mij 3 jaar geleden of zo. Ja hoor. Nee maar, het was eruit. Ja, en kijk dan hoe slecht weer het nu is. Het regent. Ik ga denk ik straks de paraplu maar halen. De paraplu pakken. Gaan we toch maar eens even kijken. Ik hoop dat er wat mensen zijn. Nou ja, we hebben ook heel wat aan de setup veranderd. Maar daar ga ik volgend jaar een nieuwe video over maken. Het is nu een beetje een rommeltje. Dus daar wachten we nog maar even mee. En nou ja. 2017 was ook het jaar van de LP'tjes. Een stuk meer LP'tjes erbij gekregen. Ja. En Joris die is gelukkig doof. Dus die heeft geen last van alle knallen. Hé Joris? Ja hè? Je hoort dat niet. Niet schrikken. Knoddy. Ook ga ik zo nog even oliebollen halen hier in de stad. Normaal doen mijn pa die elk jaar bakken. Maar dit jaar helaas niet. Dus die gaan we even in de stad halen. Plus ik denk dat ik nog even een staatslot ga kopen of zo. Een eindejaarslot. Ik weet niet eens hoe die dingen heten. En volgens mij is het ook de eerste lot dat ik ooit koop. Van de eindejaarsloten. Maar ja. 2017 was ook wel weer een hoop LAN-parties. En uiteraard een hoop Get Gaming. Niet zo heel veel video's gemaakt in 2017. Ook niet super veel gelivestreamd, want ik heb natuurlijk een half jaar met mijn rug gezeten. Dus toen heb ik niet veel kunnen doen. En ik denk ook van ja, als ik in de ziektewet zit, dan ga ik ook niet eens veel doen. Vorig jaar hadden we gekeken hoeveel volgers we dat jaar erbij hebben gehaald. Dit jaar een stukje minder, maar dat maakt helemaal niet uit. We gaan gewoon lekker verder. We hebben natuurlijk afgelopen jaar niet zo heel veel gedaan. Zoals ik net al zei, volgend jaar gaan we meer doen. Meer video's, meer livestreamen. Dat zeg ik elk jaar, maar dit jaar moeten we het echt eens een keertje gaan doen. Maar eerst, sloffen uit, sokken aan, schoenen aan, paraplu mee en nog eens even een jas vinden. Blijf jij binnen? Nee, blijf niet binnen. Dan zijn we buiten jongens. Eens kijken of mijn paraplu het overleeft, want het waait best wel hard. Hey, let's go. Nou, ze waren nog een beetje opbouwende. Ze hebben nog niet heel veel geploft zoals je net zag. Mijn paraplu overleefde het ook niet, dus ik ben weer snel teruggegaan. Ik ga straks nog even op de scooter naar de stad toe, dan rijd ik nog wel even langs. Als het niet veel tering weer is. Oh, sorry, dat zei ik niet. Je hoort een muziekje op de achtergrond. Ik ben Linus de stream aan het aanzetten. Die gaat zo beginnen. Linus, Atmos van Get Gaming. Die draait live op Twitch. Twitch.tv/atmosferezone. En dat is altijd op vinyl. En progressive trance. Weet je dat ook weer. Ik zit toch te twijfelen of ik oudejaarsloten ga kopen. Ik moet even kijken of er nog winkels open zijn hier die verkopen. Maar dat gaan we zo even zien. Nou, we zijn Rienus de stream aan het kijken. We hoeven ook niet meer naar het kabiet schieten te gaan, zo te zien. Ik zal het even opzoeken voor jullie. Nou, wij zijn wel klaar jongens. Daar stonden wij net ook. Op korte duur. Hij heeft ook serieus gewoon zijn pols gebroken. What the fuck? Dit gaat ons geluk worden. Ja, laten we het open. Mag wel een keertje. En we hebben oliebollen gehaald. 12 stuks. Zo, dat was Rienus' livestreampje ook weer, mensen.
Die kerel van het kabietschieten maakt het ook voor goed. Dus dat is ook mooi. Het alleen zijn klauwen gebroken. Weer niet slim. Wij gaan straks weg. Wij gaan naar Breda toe vanavond. En ja, ik wens jullie nu alvast de beste wensen. Maar dit komt pas na de eerste online. Dus de beste wensen bij deze. En bedankt voor het kijken naar deze video. Bedankt voor het volgen, het liken, het abonneren. Het weet ik het wat allemaal. En volgend jaar gaan we natuurlijk weer lekker hard terug. Komen lekker hard terug op YouTube en Twitch. En misschien nog wel meer. Geen idee wat 2018 ons te brengen gaat brengen. Wat gaat 2018 jullie brengen? Wat is jouw beste herinnering van 2017? Laat het me weten in de reacties. En dan zie ik jullie terug bij de volgende video. En volgend jaar. Doei!